Jongens, ik ben in uh, Boekarest geweest bij Andrew en Tristan Teet. En ik heb daar ontzettend leuke tijd gehad. Zegt jou, zeggen die namen jou iets? Ja, ik ben wel oud, maar niet zo. Wat oud, vind jij van hem? Uh, ja, laat ik mijn kruiden verdroog houden. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik van die man moet denken. Of die nou een, of die de boel maar een beetje loopt te belazeren. Of dat die, en dat die heel grappig is. En, uh, of dat het misschien. Uh, Heel terecht is wat die, ik, ik heb. Uh, ik. Uh, ik en misschien is het eigenlijk ook niet zo. Mijn, mijn conclusie is: hij zegt hele verstandige dingen, maar hij doet hier en daar wat anders. Maar de vraag is wat je belangrijk vindt. Ja, nou, ik, uh, ik, ik heb ze leren kennen eigenlijk. Uh, ik was de enige die. Uh, ze hebben op opge opgepakt. Dus het zijn twee broers ja. die hebben van alles en nog wat gedaan in hun leven. Onder andere ook een beetje gehasseld in de uh, OnlyFans-wereld. En zo. <laughs> maar ze zijn ook gewoon kickboxers, succesvolle kickboxers. Ondernemer geworden, hebben wat casino's, wat andere bedrijven uitgebaat. En hebben nu een netwerk van 209.000 jonge mannen die allemaal. Een abonnement hebben bij een online universiteit waar uh, ze leren hoe je een bedrijf kan opzetten, marketing kan doen, e-commerce, dat soort dingen: allemaal en dat is heel succesvol. Dat is eigenlijk hun belangrijkste bron van rijkdom. Het is ook een beetje de filosofie van een echte man zijn of zo, toch? Ja, dus, uh, dus deze Jordan, eten, heel goed. Jordan Peterson voor, uh, voor de jeugd, zou ik maar zeggen. Alright. Ja. ook veel sporten. Ja. En, uh, en ruim je kamer op. Toch? Ja, 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 precies. Ja. Doe, doe, uh, begin de dag met naar de gym gaan en zo. En, uh, niet, 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 niet lullen, maar poetsen. Een beetje dat. Okay. En. Maar ik kende ze eigenlijk nauwelijks. Gewoon een beetje indirect. Totdat er op een gegeven moment wereldwijd uh, in het nieuws kwam... dat deze mannen, die in, kennelijk in Roemenië woonden... dat wist ik ook allemaal niet. Ik had wat gezien in Dubai of zo, wat een private jet. Maar ik wist allemaal niet zoveel van ze. Maar dan werden ze met veel geweld en bombarie en live camera's uit hun bed getrokken en in de gevangenis geflikkerd. En toen dacht ik van, hé, wat gebeurt daar allemaal? En toen heb ik daar... Vragen over gesteld, omdat ik het zag in de context van Julian Assange en Edward Snowden en allemaal oh, ja, politieke dissidenten die in hun bed waren gelicht en gevangen werden gezet. En uh, toen zei ik uh, in, de, in het parlement dus van wat een raar verhaal. Want zelfs als, als je schuldig bent aan wat ze werden dan voor human trafficking en zo, vrouwenhandel werden ze van beschuldigd. Volgens mij is dat allemaal onzin hoor, die aanklachten. Maar uh, dan ga je toch niet zo met iemand om. Je gaat toch niet iemand met een draaiende camera van zijn bed lichten. Het is gewoon een heel raar verhaal. En uh, ja, toen bleek dat, later, dat hoorde ik, dus dat bleek wereldnieuws te zijn geworden in Roemenië. Dus die hele gevangenis die stond te juichen. En de jongens hebben daardoor ook een beetje een betere situatie gekregen in de gevangenis. Omdat het was best wel uh, groot dat een Nederlandse parlementariër het voor hen opnam. Oh, ja, ja. En zo ben ik op hun. Netvlies gekomen en, en ze zijn bij een beetje in contact geraakt. En uh, uiteindelijk hebben we dat dus nu bezocht. We hebben over alles politiek gehad, maatschappelijk, helemaal eens over volgens mij, zo ongeveer elk onderwerp. Dus het was heel erg leuk en, en bijzonder om uh, mee te maken. Maar ik vond het en vind het nog steeds scary. Echt heel beangstigend, hoe het recht. In ons deel van de wereld, naar mijn gevoel, steeds meer wordt ingezet om politieke dissidenten de mond te snoeren. Andrew Tate was gewoon extreem kritisch op het Amerikaanse leger. Riep jonge mannen op om niet het Amerikaanse leger in te gaan. En zijn achterban is precies de achterban die. Normaal gesproken gerecruiteerd wordt voor het leger. Het Amerikaanse militair-industrieel complex werd gewoon doodsbang. Hij had het over allemaal onderwerpen waar ze niet willen dat je over praat. Maar dat geldt ook voor Gideon van Meijeren, die vervolgd wordt. Pepijn wordt vervolgd. Julian uh, Assange zit al weet ik hoeveel jaren in de gevangenis. Ja, Gonzalo Lira is dood. Maar ook wat ze doen met wie? Gonzalo Lira is dood. Wie is dat? Dat is een YouTuber in Oekraïne die... Uh, oh was ja, verdomd. Uh, ja, die is ja. vermoord. Ja. Daar hoor je veel minder outrage over. Um, uh, hoe ze Donald Trump nu pakken. Dat is toch ook lawfare. Dat is, ja. geen, dat is geen rechtsstaat. Dat nee, is moet dat recht zien. inzetten ja. om ja. dissidenten. Dus, en dat vind ik een hele beangstigende ja. ontwikkeling. Ja. Goed. En dat gecombineerd met die, die Pavlov-reactie van de pers... over wie dan nu de helden zijn. Navalny is dan een held. En die is dan... Het is een soort... Ze creëren een soort... Ja, Hollywood-achtig uh, goed fout beeld van de wereld. Dat zijn de good guys, dat zijn de bad guys. En wij moeten allemaal maar in een soort van op onze stoel zitten en dit aanschouwen als een soort film waarin, weet je wel, James Bond, de superhero, moet winnen. En... Ja, en op het goede moment moet je de goede keus maken. Vandaag <laughs> ja. kan hij de held zijn, maar morgen is hij weer uh... <laughs> Dus Zelensky. Die staat op het punt volgens mij, om vast ja, op de dat, te van. Ja, precies. Dat is. Dan zouden we nu niet meer massaal veraproduceren. Maar in de tijd wel. Dus het is, allemaal heel, het is allemaal heel gevoelig. Ja. Maar, dus ik vond het eigenlijk wel heel. Uh, en, en ze zijn. Um, uh, ook gewoon. Het zijn gewoon leuke kerels. Ze hebben gewoon. lol, we hebben Lekker een sigaartje gerookt. Een beetje met van die snelle auto's. Biel, biel, biel. Een beetje door Boekarest gereden. Allemaal leuke dingen. Want ze mogen niet weg daar. Hè? Nee, ze Zit moeten er elke er, ochtend zich melden op het politiebureau. Hebben hm. ze een enkel of dat niet? Nee. Oké. Okay. Nee. En ze wachten hun, hun rechtszaak af of zo. Dat is ja, vraag. er zijn ja. nog steeds geen charges geproduceerd. Oh, He, dus dat is ja. een van de oh. dingen: dat hoe langer dit duurt, hoe, hoe meer ik, ik zeg van nou, weet je wat, het, 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 het gelijk ligt bij hen in het begin. Nie, ik bedoel, niemand weet het natuurlijk. Hè. Iemand wordt opgepakt, ja, hoe moet ik het weten? Maar hoe langer dit duurt, hoe merkwaardiger de situatie is. Zeker omdat je eh, zulke high-profile mensen ga je toch niet zomaar. In de gevangenis flikkeren. En het ook nog heel heftig. Hè? Dus dan met z'n zessen op een cel met vier bedden. Dat hebben ze gewoon meegemaakt. Ja, ja. Nee, maar het zijn het ik het ook, alleen maar cockroaches en dingen. Ik vind het ook bijzonder dat het is verder natuurlijk. Het zijn nogal grove luiën in mijn, uh, ja, in mijn is, ogen. Uh, maar uh, ik vind ralf die. lekkers Nee, nee, nee. Maar ik vind die Andrew Tates en commentaren... Bijvoorbeeld ook weer over het Poetin-interview. Ik was het er van A tot Z mee. Ik vond het echt ijzersterk. Okay. Dus hij heeft wel een soort uh, antenne. En ook trouwens taalvaardigheid. Hij kan er precies aangeven hoe hij daarnaar kijkt. En ik moet zeggen, dat vind ik vaak wel spot-on. Ja. Dus wat hij... Ik heb dat interview ook gezien van hem met, uh, met Tucker Carlson. Dat is maar 20 miljoen keer bekeken. Dus dat is uh, klein bier. Ja, dus met met Poetin is gewoon 1 miljard keer bekeken nu, hè? Ja. Stevig. Dat is echt Elon, tenminste. Maar ik dat is wel heel bijzonder. Want als je dat interview ziet... Uh, dan denk ik, Ja, die man die spreekt gewoon meer dan een uur uh, louter verstandige taal. Ja. En wat hij dan precies doet, ook met vrouwen en zo, daar word ik dan niet, daar word ik niet zo vreselijk enthousiast over. Maar ja, dus wat ik zei, wat hij zegt, is over het algemeen toch wel redelijk in lijn met wat ik vind. Ja. Ik zal eens naar luisteren.